Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van donderdag 17 augustus van Weerplaza. We hebben vandaag te maken met een storing met veel wolken. De buien die trekken vanavond geleidelijk aan naar Duitsland. Alleen in het oosten is het eerst nog nat, in het westen is het vaker droog. En de avondtemperatuur ligt rond een graad of 18. Vannacht krijgen we te maken met nieuwe buien, daarbij is kans op onweer. En lokaal ook veel regen. Boven Zeeland, Utrecht en in Twente kan er lokaal heel veel regen vallen. En het koelt af naar 15 graden. Morgen trekken de buien naar Duitsland. In de middag is het vaker droog, maar een enkele bui is nog steeds mogelijk en het wordt 18 tot 21 graden bij veel wind. Ook zaterdag waait het nog behoorlijk en wordt het met moeite 18 tot 20 graden. Zondag is de temperatuur ook aan de lage kant en valt er vooral in het noorden nog een enkele bui. Maandag blijft het overdag droog en wordt het warmer. Ik ben Diana Woe van Weerplaza.